Hallo beste mensen, blij dat jullie weer al kijken naar mijn nieuwe video. Deze week heb ik een nieuwe glitch gezien van een kameraad van mij en heel snelle easy money glitch. Fucking awesome. Ik ga nu laten zien wat je moet doen en waar het over gaat. Je zult het wel snel zien. Oké. Here we go, daar gaan we. Maar die horen nu, ja. Ah, dat is mijn broer Keanu hier die van achterop mij zat. Mijn paard, hè. Niet doen, niet doen. Ah ja, daar moeten we zijn. Oops. Nee, we gaan terug even. Nee. Daar is een glitch. Dus op deze locatie moeten we zijn, deze locatie van St. Denis. Dus daar moeten we zijn. Ik ga het nu laten zien wat de glitch eigenlijk is. Niet schieten, Keanu, niet schieten. Dus we moeten naar hier. We moeten naar hier komen. We klimmen. En je ziet dat hier geen vissen zijn. Hier zijn geen vissen. Nu ga ik laten zien dat hier vissen komen. Keanu, je moet eens even kijken dat we zeker zijn dat er geen vissen zijn. Ga eens in het water, jij moet kijken als er geen vissen zijn. Dus ik ga even kijken. En hier komen nu zelfs hele grote vissen. Die spawnen in het water. Het enige wat je moet doen is je vislijn nemen. Moet je die kopen? Hè? Maakt niet uit. Je kunt die grote vissen pakken. En nu moet je gewoon je vislijn in het water gooien. Gewoon gooien. Even een paar secondjes wachten. Oh. En dan komen er vissen automatisch. Dus nu moeten we heel even wachten. Stel ik eens mijn lijn bewegen. En nu komen de spawnen er vissen in het water. Dus kleintjes tot grote. Wil je een grote hebben? Voor 7 euro, Keanu. Ja. Ik zal even een grote, snel een grote vangen voor u. Pak dan mijn snel paard, mijn paard moet die ergens zijn. Dan mocht je op mijn paard gaan, dan mocht je die verkopen. Ik zal dan hier blijven. Easy money. Oh, die grote. Die grote. Kijk hoe groot het is. Maar ik heb niet het juiste, denk ik. Ik heb niet het juiste. Ik moet die met het warmke hebben. Ik denk die. Heb je nog geen vislijn? Welk level zit jij dan? Ik ben level. Ik ben level 65 of zoiets. Ik heb het. Kijken. Ah, 63. Tot er kort bij. Kom maar. Ik zal een vis vangen voor u, hè. Hier is Keanu, een vis voor u. En als je die niet kapot maakt, je kunt die ook raken met pijl en boog, maar dan is die niks meer waard. Skiepen. Hier, die gaat u 7 euro kosten, die vis. Hier is ze. Ik wacht wel. Als je geld moet, ik zal even al vissen gereed leggen. Dan kun je snel naar de slager gaan. Zo. Ja, maar als je... Dat is 7 euro per vis, hè.
Maar je kunt even niet, daar krijg je snel XP voor, hè. Je krijgt gratis XP, hè. En nu als je een bounty krijgt, er zijn mensen die hebben 100.000 of zo op een kop, als je die kilt, hè. Dan krijg je dat geld. Normaal is die vis nog goed. Nee. Dat is toch goed? Ik weet dat niet. Ja, maar er zijn de nieuwe update is dat de online mensen je niet kunnen zien als ze te ver zijn. Nee, dat is geen passive mode. Dat is gewoon. Er zijn geen dikke vissen meer, shit. Maar dat is wel een chique truc, hè. Waar is? Update. Oh shit. Piscano. Is je vis kwijt? Oh. Ik heb wel een nieuwe van je dan. Heb je die serieus? Zet je die kwijt? Oh, dan heb je chance, ja. Je krijgt pas een goede vislijn als je level 36 zit of zoiets. Ja, ik bedoel, dus dat dingetje voor aan je vislijn te hangen. Daar zitten nieuwe wapens. Welke kleur? Rood. Nee. Die van bounty van geld. Rood, dat wil zeggen dat je een bounty hebt. Nee, joh. We vallen die sevens aan. Als we die vis. Ik moet toch geen kleren niet meer hebben. Ja. Ik heb nog een vis. Moet je zelfs nog een keer proberen. Soms pakt dat dan niet aan. Ja, hier ligt nog een vis bij mij. Hè. Moet je die niet hebben? Hier lig. Dan komen ze maar. Dat zou ik niet proberen ze. Altijd welkom. Allee keller, kom naar mij jong. Kom aan jongen. Dat is mijn paard joh. Killerke. Dat is een chic paardje, killer. Dat is een van de duurste paardje. Dat moet je hoog level voor zijn. Zo spijtig, ja. Ik vind dat zo zonde, ja. Ik vind dat ze eigenlijk een level moeten uitschakelen. Welk level zit jij, Keanu? Oh ja. Ik ben nu door, ik ben kort bij. Ik ga nu naar de uitgang. Bijna. Rapport. Ja, maar kom man. Jawel. Ik heb je nog juist gezien. Nu zit jij naast mij. Wat, ziet je mij niet of wat? Ik zie je toch. Hoe zit je toch te klagen? Hier zit je toch? Wat ziet je mij niet of wat?
Maar ja, je wilt die toch niet? Wat tegen een noob spelen? Ik zou dat niet doen, hè. De politie zijn nu het meeste hier, hè. Echt waar, nu zijn er meer polities. Rockstar heeft meer polities ingezet. Dus als je nu een schot laat vallen, dan komen er allemaal polities op je af, ja. Wat heb ik nog? Dat is ook in de vette, hè, jongen. Oké, dan. Pretty done and done. Appreciate it. You enjoy that. Die vis die kosten ook niet veel. Maar 2 euro, ja. Waar heb je dynamiet gevonden? Hoe kun je nu dynamiet vinden? I'm sure you'll be back. Wat nu? Wat nu? Allee? Wat is het nu, Keanu? Ik ga toch niet dood? Allee? Ik ben bulletproof, ja. Godmot, ja. Goed. Ja, ik ben er al. Wie zit er op die trein? Is er iemand op die trein? Kan me niet jongen, ja. Die dynamiet gooien. Of moeten we die vastbinden? Ik ga die proberen te pakken. Ja, ik heb hem, ik heb hem! Kijk, kijk, kijk! Ik ga die man pakken. Ja, snel, snel. Ik ga proberen polities te wekken. Oh, oh, oh. Die niet meer, hè. Ik kan zoveel mogelijk polities schieten. Wij eens even naar politietjes. Een klein baniertakje met 10 mankjes. Oei. En de regenboog. Boom, 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 boom. Politie zijn daar, hè. Iets allemaal door de kop uit. Wij worden de gevaarlijkste gangsters van Retro Redemption, joh. Wij. Ja, dat is niet, joh. Wij worden de topcriminelen. Oké, jij moet schieten aan niks rijden dan.
Heb je die geloot? Ik heb een bounty van 2 euro. 2 euro. Dat is niks, joh. Oké, mensen, bedankt voor het kijken naar mijn leuke video. Dit was de glitch. Wil u die glitch zelf ook eens proberen? Probeer het gerust. Dankjewel. Ciao.